Ik sta weer in een winkeltje. En jullie hebben de titel al gelezen, dus ik weet niet waarom ik elke keer zo'n intro maak. Mij maakt het eigenlijk weinig uit, maar ik doe het lekker toch. We gaan weer een unboxing doen, want er is een nieuwe set uit. Dus ik sta hier weer live in Winkelt. Zijn winkel, dus we gaan een unboxing doen. Yay! Ivy is ook half blij, niet blij, boos, weet ik veel. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe video van Let's Unbox Stuff. Weet ik veel hoe dat ik die titel weer ga noemen. Dat is altijd bij mij een raadsel. Ik heb speciaal meegenomen. Nou ja, ik heb van René, deze is mede mogelijk maar door. René Covers. Crimson Invasion, dat is de nieuwe set. Crimson Invasion. We gaan daar een unboxing van doen. Wordt een drieparter. We gaan elke part gaan we 12 pakjes openmaken. Dat is in deze video. In deze video is de bedoeling om 12 pakjes open te maken. Daar wordt het ding ook unboxed. Hey, doe maar zwaaien. Hi. Hi. Die ook maar zwaaien. Hartstikke leuk. Die ook zwaaien. Hi. Hartstikke leuk. Iedereen. Oh, hi. Het enigste nadeel is wel, ik heb wel gekeken wat erin zit, maar er zit, sorry Ivy, geen Ivy of evolutie in. Dus ik denk niet dat Ivy daar heel erg blij mee is. Kortom, volgende set moet gewoon weer een evolutie komen. Maar niet getreurd, er zijn natuurlijk ook hele leuke kaarten. Maar waar wij naar op zoek gaan, speciaal voor onze Erik. Magikarp natuurlijk. Maar de Gyarados GX. Ik wou EX zeggen, maar het is een GX. Die zit in deze set, dus hopelijk gaan we hem poelen. Ik ga de set op neerzetten en we gaan unboxen. Dit is een hele enge blik. Halloween is toch nog voorbij, maar toch enge blik. Let op. Deze video is opgenomen met Phone Hating Mike. Deze video zal geen geluid op telefoons hebben, tenzij je headphones gebruikt.
Thank you.